Want daar komt dan graaf Floris de Vijfde uit en die geeft gauw een stadsrecht, 1272. Ik vertelde over dat het stadhuis was afgebrand en die werd opgebouwd door Keldermans, architect Keldermans, die van Middelburg. En dat het heel belangrijk was. En wat er in zo'n stadhuis gebeurde, was de stadsbestuur zaten, de stadsadministratie, en er werd recht gesproken. Hier achter die raampjes zaten de rechters, hè, en daar was... dubbele deuren gemaakt en dat zijn deuren die gebruikt werden voor het schuren, voor die wc-puntje. Dat is van weer een klooster vrij, dus daar gingen we weer een klooster inzetten. Het heeft een Goudse, ja eigenlijk is het een Duitse voorsprong. Meneer Kool die heeft een wit poortje gemaakt voor dat nieuwe. Maak je straks weer thee als het doe maar citroen. Oké, het bovenste verhaal.
dat is een weddenschap. Een weddenschap tussen de profeet Elia en de priesters van Baal. Heeft u waarschijnlijk van gehoord, Baal was een afgod. En nou ging het erom, daar zeiden de priesters van Baal, wij hebben de ware God. Nee, zei Elia, ik heb de ware God. Er ging Lucifer bij, voor zover dat in die tijd kon. Maar als het goed is, moet het offer gaan branden. Namelijk rechtstreeks door God gedaan. Nou, de Baal mensen mochten een deel te zeggen dat je jezelf nooit te hoog moet achten om de wat andere mindere kwijtjes op te knappen. En ik weet niet of het onder u katholieken zijn, maar de donderdag voor eigenlijk de priest van Rijmen wachtte op het goed moment om eigenlijk weet natuurlijk. Dan door één kunstenaar gemaakt of een apart stukken? Ja, ja. Dat is wel van alweer. Ja. Je hebt een kerkenspannen om dus die vloot tegen te houden. En dat lukt niet, want met een dienstmeisje gaat ze naar de kant toe. Ik heb al gezegd, het is een knappe vrouw, dus... Mannen zijn er wel gevoelig voor en zeker de heer Holofernes, want Holofernes is de aanvoerder van de Assyriërs. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, hij ziet die knappe vrouw en hij nodigt haar uit. Even met de onderste, het zijn weer twee verhalen. Hè? Die bovenste is niet zo heel interessant hoor, maar hier gebeurt nog het nodige op het laatste avondmaal. Het laatste avondmaal, u weet het, dat was... voordat Jezus gevangen genomen werd. En daar zitten ze aan tafel. Dan weet u ook allemaal dat de verrader onder de discipelen zit. En dat het altijd een leuke opgave is om te zoeken. Wat is daar al? Ja. Maar waar die man staat zeker. Mooie tuin, stond net aan. Ja. Nieuwe moderne kaars, inderdaad. De goudse kaars. Ja. Okay. Die is niet hier uitgevonden. Is echt van de Fransen. Kan er ook niks van. De Fransen deden 20 jaar eerder op. Maar dat proces is ook door een apotheek, en dat is in Frankrijk, hier naartoe gebracht. Die apotheek. Dit zijn nog steeds steden. Ja. Ja, dat is dat helemaal zuiver steden. Vroeger is dat twijfel. Er zijn al wat verbeteringen aan. Je moet je ook voorstellen dat dat tijd kost om één naar uiteindelijk dus je kan helemaal binnendoor tot Antwerpen. De vooruitziende mensen er waren als Graaf Floris die al die stadsrechten gedaan heeft. Die heeft ook... En eigenlijk taart nog steeds 200, 300 jaar later. Nou, ik ben geïnteresseerd in dit soort trajecten. Dus ik was in Londen, ik ben naar het museum gegaan en ik had... Dat is nog één poortje die behouden is als een ingang van één van die. Dit soort schepen wordt daar ook wel gebruikt. Er zit iets anders in.
niet op het water. In de breedte. Breed zetten en dan leg ik van hout het af. Ja. Ja. Hoe diep zijn deze pandjes? Nou, die kunnen vrij diep zijn. Ja, dat is waar. Hier zie je overigens wel vaak dat pandjes bij elkaar zijn. Vrij plaatjes. Dat mag nog niet. Ja. Dat is wel gebeurd. Dat is gewoon bij één. Denkt hij anders? Zie je het eerste stukje? Ja, als hij in beweging kwam. Wij zeggen hier altijd als. Als je onder de brug doorkijkt, jullie kunnen er overheen kijken, maar beneden moeten ze. Dan zie je eigenlijk dat het water en de auto's bijna tegen elkaar staan. Hier is het absoluut laagste deel. Daar zit het grondwater ongeveer 15 centimeter onder. Kun je je voorstellen, als het een zwaar winter is? Dat op de kade gestart. Ja, het is weer goed gekomen. We kunnen er gewoon één keer om. Dat kan makkelijk. Dat kan makkelijk. Dat kan makkelijk. Dan kan ik toch wel zitten. Dat maakt dan niet uit. Kan je zitten? Nee, dat niet. Dat is niet. Thank you.